Aan de rand van Istanbul is na een moeizame zoektocht een plekje gevonden voor de lichamen van de omgekomen coupplegers. Het is bij de zwerfhondenopvang. Het is moeilijk om een onaangenamere, verder afgelegen plek te vinden dan hier. Ze hebben het ook de begraafplaats van de verraders genoemd. Hayvanlarımızdan uzak bir yere koysalardı da bilmeseydik o hainlerin burada olduğunu istemiyoruz. Onlar da hayvan. Hayvandan bir fark yok. Gerçi onlara hayvan demek de hayvanlara hakaret ya. Het is moeilijk iemand te vinden die iets anders durft te zeggen. Yani ben normalde doğru bulmam aslında vatana ihanet edenleri de. Ama yani sonuçta insan gözü olarak bakıyorum. Onların da mezara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Luitenant Mehmet Karabekir is hier zonder een gebed in de grond gestopt. Het is geen goede islamitische begrafenis, want zijn lichaam is niet ritueel gewassen. Zijn twee kinderen waren er ook niet bij, want zijn familie wil niets met hem te maken hebben. De boodschap kon niet duidelijker. Hier liggen de verraders. En het contrast is enorm met de verering van de mensen die hen hebben tegengehouden, die de tanks op de bruggen stopten. Zij zijn nu de martelaren van de democratie en ze worden overal vereerd. Op hun begrafenis liep het storm. En twee weken later zie je hun foto's overal, zoals hier in de metro. De regering heeft zelfs net besloten de brug over de Bosporus naar ze te noemen. Boğazköprüsü mesela. İsimlerini verdiler bu şekilde 15 Şehitler Köprüsü diye. Havalanlarına verilebilir. Op het Taksimplein staat een tijdelijk monument voor de helden. Een naamloos graf of een standbeeld. In Turkije ben je nu goed of fout, verrader of held. Marloes de Koning voor RTL Nieuws in Istanbul.